Deze video gaat over de top 3 plekken waar je met je gezin op vakantie kan gaan. Weekendje weg of een midweekje. Het zijn heerlijke plekken stuk voor stuk om te ontspannen. Maar ook waar ruimte is voor avontuur met je gezin. Van marshmallows roosteren boven het vuur, alpakkes aaien tot draaien in de zweefmolen. Einde van de video geven we je nog een tip mee. Wij zijn Tino en Angela van Dutch Nomad Koppel en we nemen je mee in onze avontuurlijke reizen. Je vindt die tips en ideeën voor dingen die je wil gaan doen met je gezin om er lekker op uit te trekken. En we geven je een kijkje in ons nomadische leven. Maar laten we beginnen met tip 1, de houtwal. De houtwal. In Paaslo. Ja, we gingen daarheen. Het was de eerste camping met onze nieuwe camper. Ja. Ja, en het was lekker al super mooi weer, maar toch een beetje aan het begin van het seizoen. En we kwamen daar aan en het ademt gewoon reizen. Sowieso de eigenaren Yvonne en Justin reizen ook veel. Dat zie je terug. Ja. Ja, dat is echt heel erg leuk. Ze hebben ook zo'n soort van bedstee-achtig Caribische sfeer. Ja. Ook een leuke vuurplaats waar je broodjes kan roosteren of marshmallows met de kindjes. En de alpakkers aaien en eventueel tekenen. Ja, we gingen een schildercursus doen. Ja, ze zijn echt super actief. Ja. Ze doen super leuke dingen allemaal. Super leuke dingen. Maar alles heel vrijblijvend en ze laten het ook al heel erg ontstaan. Het begon als grapje, maar het is een serieus project geworden. Maar we zijn erg tevreden. We hebben alle hulp van de campinggasten. Iedereen doet mee. Ja, je hebt zo mooi. Je hebt straks wel een ijsje verdiend. Ja. Voor Vilo was het heel leuk, want ze kon met heel veel kindjes lekker spelen. En het gaf ons ook weer de ruimte om af en toe lekker met elkaar bij de camper een wijntje te drinken. En het leuke is, je hebt dus inderdaad je camperplaats, caravan kan je neerzetten. Maar ze hebben ook een aantal mooie neergezette tenten en dat huisje inderdaad. Dus er zijn allerlei verschillende manieren van kamperen. Maar wat ik vooral heel tof vond, was de gezamenlijke plek daar, die keuken. Waar je kon. Een soort van tentdoek als dak. Ja, safari tent. Iedereen ging daar gewoon koken en lekker aan picknicktafels eten. En hamburgers gingen ze zelf maken. Super lekker vegetarisch of vlees. Dus dat was echt ook super top geregeld. Je zit midden in het natuurpark Weerribbe Wiede, vlakbij Giethoorn. Echt prachtig om te fietsen. En dat ze hier lekkere koek hebben. Brokzeiler. Blokzeiler brok. Een soort koek. Ja, dus dat is wel lekker. Dus dit is hem. Ja. Smeuig, knapperig. Speculaarsmaak, goed recept. Maar ik zal eerlijk zeggen, ik ben ook blij dat we de appelgebak bij hebben. Dat is wel een goede afwisseling. Tip nummer 2. Precies. Zeg het maar. Ja, buitenplaats Beekhuizen in Velp. Ja, de naam zegt het al. Het is een buitenplaats. En je zit daar echt in het, ook weer in een natuurpark. Maar je zit midden in Veluwezomer, het natuurpark. En dit is het unieke, je slaapt of in pots of in een forest cabin, wat wij dan deden. Ja. En dan lopen gewoon de wilde zwijnen 's nachts langs. 'S Ochtends vroeg word je wakker met eekhoorntje de boom in klimmen. En je hebt alle faciliteiten. Je hebt een keuken in die forest cabin, dat vond ik ook wel fijn. 2 slaapkamers, fijn terras met een soort vuurtje. Eigenlijk voor het eerst in Nederland ook buiten zitten, 's avonds. Ja. Het komt niet alleen door het vuur, het is niet zo heel erg warm. De wind is niet zo warm? Nee, Het vuur. Het vuur is wel warm. Zei ik het verkeerd? Ja, het was vannacht echt een dramanacht. Dus ik ben niet helemaal scherp. Maar dit is wel lekker zo. Ja, het is ons vorige keer zo goed bevallen. Dat we zoiets hadden van het zou leuk zijn om het nog een keer te doen in een ander seizoen. Het restaurant is heerlijk. Woods. Woods, ja. Lekker eten. Maar ik denk voor kinderen is het, wat voor kinderen helemaal fantastisch is, het blote voetenpad. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. En? Ja, de speeltuin sowieso. De speeltuin, ze eigenlijk gewoon met water spelen en alle natuurlijke elementen terugkomen, helemaal van hout. Ja. Het was ook echt heel erg. Ja, Filou vond het helemaal leuk. Ja. We zijn er 2 keer geweest. 1 keer in de herfst en 1 keer in het voorjaar. Het is echt zo'n plek die bij ons in de boeken staat om regelmatig terug te komen. Heerlijke plek. Zeker. En dan hebben we tip nummer 3. Dat is camping De Lievelingen. Dat is vlakbij Dordrecht. Dus voor ons ook wel soms ideaal om daar dan een paar weekjes te verblijven. En dan af en toe ook naar Dordrecht wat vrienden en familie kunnen opzoeken. Maar ook daar hebben we met onze camper gestaan.
Precies. En als je daar komt, nou, het lijkt wel een soort van festival waar je je in bevindt ineens. Ja, met in één keer een hele vrolijke zweefmolen. Zijn we overigens in geweest. Ja, let op. Hij gaat harder dan je Hij gaat heel hard. Maar Filo vond het ook wederom weer fantastisch. Hoe harder, hoe beter. En, maar je krijgt ook een leuk welkomstpakketje voor ook de kinderen. En er zitten wat knutselspulletjes in. Een toverstaf. Woesh. Dit moet er ook nog omheen. Oh ja. Dat wordt mooier. Met een paar strikjes. Dat wordt mooier. Ja, het is echt een creatieve plek waar allerlei creatieve geesten fantastische creaties maken. Om in te verblijven. Dus die kan je volgens mij ook huren. Ja. Maar je kan dus ook inderdaad met je camper of caravan daar verblijven. Of je tentje. En wat ik heel fijn vond, was dat je als ouder bijvoorbeeld... ik had dan even behoefte aan wat me-time. En er worden allerlei workshops gegeven, waaronder ook een geluidsmeditatie. Maar dat was echt heel ontspannen. Ik heb nog nooit zo'n meditatie meegemaakt. Van hele goede kwaliteit. Ik kwam echt ontspannen terug. Nou hè? Ja, dat was lekker, ja. En dan heb je natuurlijk nog het meer. Ja, dat was voor jou even een soort van... Het Lingebos inderdaad. Me-time. Dat was me-time. Dus wij zaten daarin, september, oktober. Ja. Dus ik wilde een ochtendduik nemen. En dat heb ik ook gedaan. Daar is die. Heb je gewoon een duik genomen in het water? Ja. Het was wel... het valt nu wel mee. Maar toen ik erin, voordat je even... Ja, je komt niet snel door, zeg maar. Dat is wel... Dus dat is een wennen van ademhaling, denk ik. Dus morgen weer. Maar gewoon een duik in dat meer, echt heerlijk. Het was verder stil. En je bent de rest van de dag zo fit als maar kan. Oh, ik hoef helemaal niet te kijken. Kijk eens, dat gaat helemaal zelf. Ik zie het. Kijk, je krijgt een proefje erbij, maar dan kun je wel de... Nou ja, anders de proberen. Proeven. Lekker man. Dankjewel. Of dat goed is. We hebben er ook bij de koffie, de carrot cake. Dat is lekker, dankjewel. Juist, die... Heel gezellig. Wat een heerlijke dinsdagmiddag. Ja, s'avonds maken ze elke keer vuurplaatsen aan en dan komt iedereen daar lekker zitten. Het eten is heel goed. Maar dat zouden jullie echt ook kunnen aanraden. Heb je zin in... Gewoon lekker veel fun en plezier. Echt een bubbel waar je in komt, waar je gewoon lekker vrij kan zijn. Ja, een vrij plaats. Misschien een mooie plaat. Maar als je daar zin in hebt, dan kunnen we het zeker aanraden. Ja. Dan hebben we nog een bonus tip. En dat is in Ermelo, Camping de Rimboe. Waar je gewoon huisgemaakte of huisgerookte zalm kan eten in het restaurant. Dat was heel verrassend, wisten we niet. Nee. Maar ineens roken we die geur. Ja, daar hing vanmiddag zalm en ik ben nu aan makreel aan het roken. Oh, oké. Okay. Kijk dan. Goed. Specialiteit van hier, gerookte zalm, gerookt buikspek. Testje met makreel doen ze dus. Nou, kan allemaal proberen hier. Heerlijk restaurantje erbij. Fantastisch. Ik dacht, oh wauw, daar hebben we gelijk maar gebruik van gemaakt. Het was erg lekker. Vogeltjes, hoorden net al een specht. Ja, het is echt prachtig hier. Volgens mij zijn ze ook het hele jaar open, dus altijd goed om te weten. Dit kan je ook nog van die bungalow tenten huren en een fantastisch mooie speeltuin. Ja, dus het is wel lekker hier. En inderdaad, je kan je wandelschoenen aantrekken en mooie wandelingen maken over de heide. Zo, prachtig. Dat waren onze tips voor toffe plekken in Nederland om te verblijven met je gezin. Heb jij nou nog hele gave plekken waar je zegt van daar moet je echt naartoe gaan in Nederland om met je gezin op op pad te gaan, een avontuur, ja. Precies, dan laat het in de reacties hieronder achter. Ja. Zodat wij of anderen daar toch geïnspireerd worden. En vergeet niet om te abonneren op ons YouTube-kanaal. We zien je in de volgende video. Doeg! Doeg.